Een bijzonder goedemiddag, hartelijk welkom en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog van de Dump & Dart speciaalzaak uit Naaldwijk. Na een weekje geen vlogs te hebben geüpload, zijn we weer helemaal terug met een gloednieuw pijltje. En dat is de Mission Deep Impact M5. We gaan hem uit het doosje halen om hem van dichterbij te bekijken. En ondertussen hebben we de Mission Deep Impact pijlen uit het mooie kleurrijke doosje gehaald. En als ik een van de pijlen er zo bij pak, dan zie ik dat het een heel bijzondere barrel is, met een bijzondere vorm. Aan de voorkant is duidelijk een verdikkingspuntje dan te zien. En aan de achterkant is er een klein dimpeltje. Dus het is een pijl die als je hem vastpakt, dat je hem meteen goed vast hebt. Voordeel daarvan is dat je hem altijd op dezelfde manier vastpakt, wat voor beginnende darters erg handig is. Er zit een mooie black titanium coating op met mooie rode accenten. Ik ga er nu een andere shaft en flights op gooien om even uit te testen op onze testbaan. En ondertussen heb ik er een andere shaft en flight op gezet. Een korte Bulls nylon shaft deze keer en een MacKix Lightning Flight. Ik heb gekozen vandaag voor de Mission Deep Impact in 24 gram. Hij is ook verkrijgbaar in 22 gram. En deze pijlen zijn van een merk wat eigenlijk nog niet zo heel erg oud is. Mission brengt sinds een maandje of 10 steeds meer pijlen op de markt. En het kenmerkt zich eigenlijk door dat het allemaal pijlen zijn die heel mooi en goed uitzien. En ook nog redelijk betaalbaar zijn. Dus ze hebben daarmee echt gekeken naar wat de consument wil. Nou, en dan mijn eerste mening over de Deep Impact M5. Het is een heel mooi pijltje met, zoals ik net ook al zei, een heel duidelijk herkenningspunt. Dan vooral het kuiltje aan de achterkant. Ik merk steeds dat ik hem echt in het kuiltje pak en dat me de rest van de vingers er mooi overheen lopen. En dan zijn we bij de conclusie aangekomen van de Mission Deep Impact M5 in 24 gram. Het is een heel fijn pijltje. Die inkeping is handig voor zowel de beginnende speler als de speler die iets gevorderder is, die iets meer ervaring heeft. Het pijltje ziet er ook echt heel mooi uit. De black titanium coating zorgt naast de looks er ook voor dat de grip net iets intenser is. Zodat je net iets betere controle erover hebt. Dus al met al ben ik er heel tevreden over. Deze pijl kan je uiteraard bij ons in de winkel uittesten. Op de Kleine Woerdlaan 19 in Naaldwijk. En hij staat vanaf nu ook online op www.dumpwarehouse.nl. Hartelijk bedankt voor het kijken. Vergeet deze video geen like te geven en te delen. En dan zie ik je de volgende keer.